gefeliciteerd. Dankjewel, zeker. Heel lekker dit. Wat een knosgekke wedstrijd. Ja, ongelooflijk. Eigenlijk zijn we 80 minuten dat we niks te vertellen hebben. Dat hun eigenlijk gewoon de meeste zijn. En dat je dan toch na een doelpunt uit de corner daarna nog zo om kan draaien. Dat is ongelooflijk. Jij begint op de bank, dan mag je erin komen. En dan ga je een beetje opportunistisch spelen. En dan neem je volgens mij de hele ploeg op sleeptouw. Ja, nou, dat was ook wel min of meer mijn bedoeling. Zeg maar gewoon om een beetje fysieke krachten in te gooien. En toch proberen er nog wat van te maken met z'n allen. En je merkt ook bij een paar anderen dat die ook nog even extra gas gingen geven. Ja, toen kreeg je uiteindelijk iedereen mee, zeker naar die goal. En ja, dan gaan we met z'n allen stormen. En dan krijg je dit nog voor elkaar. Dat is ongekend. Ik heb je op de radio een houthakker genoemd. Daar moet ik mijn woorden voor terugnemen. Want wat een fantastische goal heb je gemaakt. Ja, zeker. Ja, het was een mooie combinatie met Thomas. Die gaf hem ook heel goed mee met een hakje. En ik stond in één keer helemaal vrij voor de keeper. Toen schrok ik een soort van ja, ik moet hem nou ook wel erin schieten. Maar dat lukte gelukkig. Was het nou per ongeluk of echt bewust? Hij zat er wel bewust in, ja, tuurlijk. En die actie? Die actie ook wel. Ja, het liep wel precies goed, zeg maar. En het viel precies goed. Het hakje viel ook precies tussendoor. En ik stond in één keer helemaal vrij. Ja, en dan vloog hij erin. Ja, dat is natuurlijk gekhuis meteen. En dan denk ik dat je maar aan één ding denkt. Verlengen. Ja, eigenlijk wel, ja. En dan merk je toch ook al om je heen dat iedereen toch ook wel veel energie heeft geleverd. Ja, en als je dan nog met zo'n gelukje die 2-3 mag maken. Ja, dat is ongelooflijk. Wat gebeurt er dan met je? Ja, dan word je helemaal gek. Je gedachten gaan overal en je rent over het veld. En dan na een halve minuut of na 20 seconden denk je, oh ja, we moeten nog even door, het is nog niet afgelopen. En dan ga je snel met z'n allen weer goed staan en dan ga je hem eruit slepen. Ja, dat lukt ook nog. Dit is historisch, hè? Ja, dit is echt historisch, ja. Ja, het is hartstikke mooi dit. Ongelooflijk dat ja, zeg maar, ik als jongen uit Noorderkhout dit met mijn eigen clubje mee mag maken, samen met Vla. Ja, dat is ongelooflijk. En nu ga je zo meteen in de bus naar huis. Wat verwacht je dan als je terugkomt? Nee, ik verwacht dat er nog wel wat mensen staan en dat er nog wel een gezellig feestje gaat worden. Dus ik denk dat ik morgen ook wat later mijn werk ga aankomen, maar dat zullen ze wel voor lief nemen. Wat doe je? Ik werk in Amsterdam bij een bedrijf. Bij een importeur van gedestilleerde dranken. Nou, die kan je prima gebruiken nu. Ja, ik kan ze wel een belletje geven eigenlijk, ja. Dit is ook voor vroeg carnaval, toch? Ja, dit wordt wel extra leuke carnaval zo op deze manier. Ja. Ik denk dat iedereen nu alvast goed in de stemming is gekomen en dat het feest vanavond al losbarst. Ja. En dan heb je morgen de warme balletjes, want jullie zitten erbij. Ja, inderdaad. Ja. Hopen dat we een mooie wedstrijd krijgen, maar elke wedstrijd is nu mooi. Op wie hoop je stiekem? Ja, het maakt mij echt niet zoveel uit. Als we maar niet naar Rode uit moeten, dat is wel erg ver weg. Dan moet ik de hele dag vrij nemen, is een beetje zonde. Maar voor de rest maakt het niet uit. Ja, je moet je wel realiseren, als je dan weer zo'n doelpunt maakt, dat je weggekocht wordt. Hè? Ja, door Rode, daar ga ik niet heen, hoor. Dat is te ver weg. Dankjewel. Ja, dat is goed dan.